junioren, maar we beginnen met de Alba-Ronde. En daar staat het voor, daar is het start. Als het allemaal in de van de rijden is. We zorgen dat Dibbert en Sjala even aansluiten. Als dat dan vergoed is, mogen we vanaf de start. We hebben groen en zijn onderweg. Hier is de Waes. Kaspers.
MV Car Business, Dick van Akker Autoschade, Musby. Gegeven door de wedstrijdleiding. Dat betekent dat voor jullie horen het gezicht en zanger maken. Voor de ons wel beroepen en blijven van de En we hebben een groen en zijn onderweg. Allemaal netjes zien we aan de leiding zo goed van hier. De Stadenbureau 17. Ziet echter gelijk Kato Kaspers binnendoor komen. Nee, klein beetje touché. Beide rijders blijven over de boel in de stad. Kijk even, het is van hier een Kasper. Zo'n klein raadje naar Kruger, Timmen en Sjabaat. De top 5 in deze openingsfase van deze junior. Zo hier van hier, de start nummer 17, zij lijkt de 74 van Kato Kaspers. De lucht tot nu toe van niet. Moet je later overhebben en er volledig bij naast. Kato Kaspers naar de leiding van de wedstrijd. Van hier teruggewezen naar 2. En ga ik weer de keer af. Kaspers. Nog wel op de bumper gezeten door zo'n familie. Kan dus toch niet rustig rijden. Schijt hier de keer. Kijk, de laatste rit. Die zal al doden. 64 van JT.
En de groene van Elia Shama. Die wordt er 4, die wordt er 5. En is Tim 4 en Shama. Samen op 4
Timmer. Jay Timmer met de 64 op P5. En nog drie rondes te gaan. Rustig deze finale vanuit de leidende positie controlerend. Zijn handen inmiddels aan de laatste groep voor de en de 2-12 van Jonas Kruder. De finishslag die valt, het is wederom een overwinning voor Kato Kaspers. Ze staan voor 74. Zo van Wierdo 2, Jonas Kruder 3, tegen de 50 Zwaal 4 en de 64 5. Betekent dat wij meegenemen op de kaart de nummers 1 en 2 en 3. Oftewel Kaspers, van Wierdo en Kruder. En daarna erachteraan gelijk de Jacob. Tot drie finale. Jonas Kruger, Zoe van Wieren en Kato Kaspers. En dag winnaar van vandaag, Kato Kaspers.